jij gaat ons nu vertellen wat jullie daar voor je leden allemaal aan gaan doen het komende jaar. Ik ga in ieder geval een schets geven van hoe het nu is bij ons en waarvan wij denken dat we in ieder geval voor onze leden een oplossing kunnen bedenken. We gaan ademloos naar jou luisteren. Dat is mooi. Dan zien we voor 2016, dat zijn de verwachtingen die voortkomen uit het sectorplan, dat we volgend jaar zo'n 700 mensen tekort gaan komen en in 2017 toch zeker 3700. Ik zei bij ongewijzigd beleid, wij zijn natuurlijk een branchevereniging van niks als wij daar niet op zouden anticiperen. Dat hebben we dus ook gedaan. We hebben namelijk vanmiddag tijdens onze algemene ledenvergadering samen met de opleidingsbedrijven van de Schilders Vakschool en van Schilderschool twee intentieverklaringen ondertekend waarmee we komen tot onze nieuwe sector onderhoud NL opleidingen en dat moet een krachtig instrument zijn om veilig te stellen dat wij de komende jaren genoeg instroom hebben. We gaan daar de nieuwe instroom en opleidingen mee katalyseren. Dat is hard nodig. We hebben besloten om de sector onderhoud NL personeel op te richten. Wat gaan we daarin doen? Op verzoek van onze leden, die aan hebben gegeven, kan onderhoud NL dat niet faciliteren voor ons? De pool met uitzendkrachten, hebben we gedacht, hoe kunnen we dat realiseren voor onze medewerkers? Onderhoud NL is natuurlijk geen uitzendbureau en daarom hebben we hulp gezocht bij onze partners. En we hebben samen met Faber besloten onderhoud personeel te vullen met uitzendkrachten. Een uitzendkrachtenbestand op te bouwen waar onze leden veilig gebruik van kunnen maken. Maar, want met de WAS, de wet aanpak schijnconstructies, is het niet meer vanzelfsprekend en zeker niet vrijblijvend om zaken te doen met elk uitzendbureau. U kunt en u zult aansprakelijk worden gesteld op het moment dat uw uitzendbureau in gebreke is gebleven. Flexicurity is heel simpel Engels. Het is een samenstrekking van de woorden flexibility en security. Dus van flexibiliteit en zekerheid. Het is een Nederlandse fonds, zeg ik met een vraagteken. Ik kom straks op het vraagteken terug. Eigenlijk het hele, de modernisering van ons denken over arbeid, over werk en inkomen is in Nederland rond 1988, zou ik maar zeggen, echt op gang gekomen. Toen bleek dat de oude verzorgingsstaat knelde en onder andere een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een werkend perspectief, is daar wel redelijk baanbrekend in geweest. De auteur, belangrijkste auteur van dat rapport was Hans Adriaanses, mijn oude leermeester hier in Utrecht en die heeft die term flexicurity voor zover ik weet voor het eerst gebruikt in een kranteninterview over dat rapport. Later en veel bekender, zo'n 10 jaar later, is de wet flexibiliteit en zekerheid afgekondigd. De opvolging daarvan die stelt u nu voor problemen. Maar op zich het idee om flexkrachten iets meer zekerheid te geven en in ruil flexwerk nog iets makkelijker te maken, was en is denk ik een mooie Nederlandse poging op zoek naar een nieuwe balans. Een sectorale pool kan een mooie oplossing zijn. Nou, daar heeft u vanmiddag prachtige convenanten over getekend. Fascinerend, ja. De werknemer zal ook steeds vaker aan de slag moeten met opleiding. De tijd dat je opgeleid werd voor een baan die je vervolgens bij één bedrijf voor de rest van je leven had, die is er absoluut niet meer. Die banen die zijn continu in beweging en die veranderen. Dus ook de werknemer moet zelf gaan werken aan, oké, dit is wat ik nu doe in de komende 5 jaar en waar gaat dat naartoe? Maar hoe moet ik me dan gaan bijscholen? Kan ik mijn hypotheek betalen? Hoe bereid je je dan voor op de toekomst? Nou, innovatie op die arbeidsmarkt vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden. Daarom is het ook echt geweldig om te zien dat jullie vandaag tijdens het congres en net bekendgemaakt dat jullie iets opstarten om eigenlijk die flexibiliteit, maar ook die zekerheid voor die werknemer met elkaar te organiseren. En staat dat probleem van deze branche voldoende op de kaart in Den Haag? Is daar voldoende aandacht voor dat het hier toch wel knelt vanwege die seizoensinvloeden? Nou, ik denk dat dat overigens door Onderhoud NL en ook vanuit de bouw heel goed op de kaart wordt gezet. Dus, maar je kunt natuurlijk nooit genoeg doen om dat maximaal voor het voetlicht te brengen. Ja. Maar ik denk dat daar hier al heel erg goed en hard aan gewerkt is. En ook met resultaat. Ja, ja. Dat vind ik nou een hele mooie afsluiting, want al het gepraat over regelgeving wat we net hebben gedaan, het gaat uiteindelijk gewoon om de mensen die aan het werk moeten en iets moois moeten neerzetten. En dat hebben jullie denk ik vandaag hier gedaan als Onderhoud NL. Geslaagde dag volgens mij voor al jullie leden. Ik geef het laatste woord aan jou, Ruud. Goed, dames en heren. Nogmaals dank voor jullie aanwezigheid, voor je aandacht.
Bijzonder dank natuurlijk aan Marianne Zwagerman, en wie deze dag, deze middag het symposium in goede handen is geweest. Dank voor je inzet. Dank voor de sprekers, Harm van Lieshout en Jeroen Swinkels, voor jullie bijdrage. Het zijn momenten geweest waar wij over na blijven denken. Het is voor ons ook een experiment. Maar nogmaals, hartelijk dank hiervoor.